Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij The Last of Us. November 2014 was de laatste keer dat ik deze game speelde. Ik heb hem altijd al een keer willen uitspelen. En nu ik klaar ben met Uncharted 4, vind ik dat het tijd is om hiermee verder te gaan. Als je nou zeg maar niet meer weet waar ik gebleven ben, wat ik me goed kan voorstellen, dan raad ik je absoluut even aan de playlist te bekijken. En als ik eraan denk, zal ik hem nu even in beeld halen. Sowieso kun je hem vinden op het kanaal. Ik ga gewoon verder waar ik toen ben gebleven. En ik hoop dat het goed gaat, want ik ben de controls een beetje kwijt. Nou, dat was één. Ik wil ze eventjes gewoon rustig proberen af te maken, die gasten. Kan ik mijn pijl ook weer terugkrijgen? Dat is even de grote vraag. Nee, die ben ik gewoon kwijt. Ik moet even luisteren. Waar zijn al die gasten? Daar. Daar loopt er nog één. Het mooiste is als ik ze rustig kan afmaken. Hier loopt ook een gast. Look, buddy. Don't do anything stupid. En hoppa. Lekker blijven liggen. Ga maar slapen. Ga maar lekker slapen. Goed zo. Ik heb een briefje gevonden van de Fireflies. Daar staat het volgende op. We hebben de Fireflies niet nodig. Ze zijn dit gevecht begonnen, maar wij doen al het werk. Ons bloed stroomt door de straten. Ik vind niet dat we in andere steden moeten vechten. Laat die mensen zelf maar vechten voor hun onafhankelijkheid. Ik weiger bevelen op te volgen van een Firefly-leader aan de andere kant van het land. Voor het gevecht eindigt, lozen we die gasten. Dit is onze stad. Dit zijn onze mensen. Ik zou niet weten waarom wij het bevel niet kunnen voeren. Oké. Hier. Opgroepen, man. Zo. Is dat het laatste? Ik hoop het. Nee, ik denk het nog niet. Jawel. Come on down. I do. About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. Goed. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. Okay, you gotta respect it. This is not. Joel, I'll be careful. Okay. En nu hebben we ook dat wapen. Even kijken, ik kan hem wisselen. Met dit wapen. Ja, precies, dat wil ik graag. En dat zijn dingen die ik even niet wist net. Dus ik ben even een beetje aan het klooien geweest. Maar nu weet ik het wel. Ik ga even de boel hier rustig verkennen. Even kijken of ik wat spullen heb laten liggen. Want ik heb best wel een hoop munitie verspild nu. Dus een beetje extra materiaal, dat kan geen kwaad. Ellie weet al waar we heen moeten. Maar goed, dat is prima. Dat gaan we zo wel doen. Ik weet niet waar ze is. Waar is ze eigenlijk? Ik hoorde het wel. Oh, daar staat ze. Oké, daar gaan we straks heen. Ja, ik vind overal nog dingetjes. Die je kan gebruiken om straks te upgraden. En ik kan zo'n upgrade echt wel goed gebruiken. Dus ik ga lekker even goed de boel uitpluizen hier. Nou, ik denk dat ik alles wel zo'n beetje heb gevonden. Dus ik ga even naar haar toe. Ze blijft daar staan. Dus we gaan die garage pakken. Wat ligt hier nou op? Ratten. Oeh.
All right, do your thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am. There. It's good thinking. Goed, we zijn er doorheen. Eens kijken. Het is wel lastig als je zo'n spel een poosje niet gespeeld hebt. Ik moest echt zeg maar zoeken hoe ik dingen weer maak. En... ik kan hier niet langs. Hoe gaan we dat doen dan? Ik moet hierheen. How about you get me up there? Ah, laten we dat eens doen. Oh, wacht, we pakken die kar. Help me open this. Here. I got it. Daarom kwam ik er niet uit. Nou, hoe krijg ik haar dan naar boven? Maar... ik moet dat ding neerzetten. Ja, doe maar. Zo. Goed zo. Daar zijn we. Hier is een werkbank. Even kijken. Ik ga even hierin investeren. Zo. That's a hold. En door. Oh shit, get down, get down. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food, no pair of shoes. I got nothing. Let's go. Bastards. Let's just get to that bridge. Okay. Kunnen we hier niet naar buiten, hè? Nee. Zolang we voorlopig geen geïnfecteerden tegenkomen, ben ik blij. Well, at least they finally killed that couple. I was sure they made it out of the city. Now we need to find the fucking pickup truck here. There better have been an army in that truck. How the fuck did they wipe out the entire crew over there? Keep searching. Eddie on the count. So. Gezellig. Dat was snel en doeltreffend. Zijn er nog meer vriendjes in de buurt? Nee, zo te zien niet. Dit was een oud kantoor. We gaan hier overheen. Hier ligt niks van waarde. Dawn of the Wolf. Een film. Ze heeft natuurlijk ook nog een film gezien. Ze is hier geboren, in deze wereld. I
They gotta show up somewhere. This will be your lucky day. Hier, bommetjes. Boobytrap bedoel ik. Kan ik het ook onschadelijk maken? Joel, I'm up on that second floor, right here. Ik heb het gezien. Maar ik moet eventjes... Ja, yeah. I see him. Ja. Stay low. Gewoon laag blijven, komt het helemaal goed. Hier ligt nog even wat leuk spul, denk ik. Kijk, dat kunnen we goed gebruiken. Hier ook een booby trap. Hier beneden zijn geen gasten. Oh ja, daar. Hey, hear they finally caught the guy and his girl? Them and whoever was in that pickup truck. It's a goddamn mess. Het is inderdaad een klerenzooi. We staan mooi in het zicht nu. No. Come on, let's go check with the guys down the street. Oké, okay, boven zit ze ook, hè? Joel, there's a guy up on that second floor, right there. Nee, die ga ik even proberen te pakken, Ellie. Ik ga mijn best doen. Hij staat hier. Er zijn meerdere gasten op deze verdieping. Ja, yeah, I see him. Stil. Opgehoepers. Nou, iedereen is gealarmeerd nu. Denk ik. Hey, een briefje over een bendeaanval. Ik zag net hoe een menigte, kapitein Mastros en de rest van mijn team, overgoot met benzine en levend verbranden. Die beesten vierden feest. Iemand klaagde dat het zonde was van de benzine. Ze waren met te veel. Ik kon niets doen, maar ik onthoud hun gezichten. Als het moet, spoor ik ze allemaal op. Doen. En kapot maken, stuk voor stuk. Oké, nu even onze andere vriendjes. Kom maar dan. Kop eraf. Man. Oh man. We're in survival. What? Oh, comic book thing. Goed, de mannetjes zijn dood hier. Ik doe er echt super lang over, dus dat zal ik je allemaal besparen. Maar het was niet zo heel slim zoals ik dit speelde. Ik heb ook een hoop voorraad erin Jens, dat is echt niet goed. Maar goed. Ik hoop wat te vinden hier, dus ik ga weer even op zoek. Schmidt Surplus Outfitter. Het was vast een toffe stad vroeger. Even kijken of we niks hebben laten liggen. We zijn nog wat voor me. Hebben jullie wat voor me, jongens? Ja, fijn. Kom maar op met die munitie. Oh, shotgun munitie. Dat is prettig. Hopsakee, shotgun erbij. Ik ben blij. Maar kijk, hier hebben ze gewoon mensen tegen de muur aangezet. Death for freedom. Bastards. Riot was all we had. Wat ligt hier? Een truckbriefje. Staat het volgende op. We hebben in de stad gezocht naar overlevers. Er zaten nog een paar soldaten in het hotel. Nu niet meer. We hebben hun voorraden geplunderd. Wat er nog van over was. De meeste van de grote machines zijn verwoest tijdens de gevechten. Voorlopig moeten we het zonder tanks stellen. De zware artillerie was ook niet meer te redden. Behalve de Humvee.
We konden het voertuig en het geschut nog repareren. Dit ding is onoverwinnelijk. Nu kunnen ze ons niets meer maken. Bastards. Bastards zijn het, stuk voor stuk. Wat hebben we hier? Een laadje met wat spulletjes. Dat is prettig. Voorraad, ruimte. Gewoon meenemen wat we kunnen meenemen. Je kan trouwens volgens mij ook nog wel een... Nee, ik heb alles vol. Oh, dat is helemaal goed. We gaan hierin. There you go. Allemaal spulletjes. We hebben ook alles al vol. Dat is jammer, op zich. Oh nee, hier kunnen we wat van gebruiken. Zo. Ja, dat is goed, hè. Wie zoekt, die heeft nog wat, hè. Heel prettig. En met mijn gestuntel kan ik alle upgrades gebruiken die ik kan vinden. Hier is een gepantserd voertuig. Maar die is niet meer... er is niks meer van over. No hope. Ellie, we gaan weer daarheen. Daar blijft ze staan. We gaan die trap op, denk ik. Hey, get me up there. Dat haar. Gaan we doen. Oké. Okay. Come on. There you go. Het moet straks weer gebeuren dat we die geïnfecteerde gaan tegenkomen. We're almost there. Ja, we zijn onderweg naar de brug. Overal die posters voor Dawn of the Wolf. I stayed at a place like this, back in the Boston QZ. Military Preparatory School. Military Preparatory School. Yeah, nice way of saying orphanage. I wonder what happened to all these kids. Well, this place has been out for a good stretch. They ain't kids no more. Meaning they're either hunters trying to kill us, or they're dead. Or they got away. You don't believe that. I believe in getting out of this city. Come on. Laten we dat proberen. Hey, there's another one. Waar? Wat heb je gevonden? Dat was een poster. Posters are everywhere. I saw this. Not before the outbreak. You did? Does he totally gutter by the end? Nobody gets gutted. It's a dumb teen movie. Who dragged you to see it, then? I don't know. Let's just stay focused, all right? All right. Zijn dochter. Hij heeft nog steeds niet verteld over zijn dochter. Let's go through the alley. Wow, it's that fucking truck. It's all right. Just keep your head down. Back in the day, me and Ruben stumbled on it, split it right down the middle. Why? You think I'm awesome? Yeah, I bet you do. Man, I saved your ass from that clicker last week. Okay. I should have let your ass die back there. Oh, Jesus. Yeah, I'll make you some if you quit bringing that up. It better be as good as you say it is. Of course it's good. Nou, dan moeten we even met deze gasten weer afzien te rekenen. En dat is vast niet makkelijk. Maar ik ga mijn best doen. En slapen maar. Oh, die zijn we gezien. Ja, een paar gastjes die heb ik doodgemaakt hier. Maar dan hebben ze zo'n turret. Waarmee ze aan het gooien, aan het schieten zijn. En dat is gewoon een nasty bagger.
Moet maar een beetje oppassen. Dus ik ga even deze kant op. Om de vrachtwagen heen. Ik ga mijn best doen. Hier is een pijp. Die pak ik wel even. Zorg dat we uit zicht blijven. Laat ze op een rennen zetten. En weg. Zo. Hier binnen zijn ook nog gasten. Er is er nog één. Dood? Nu wel. Zo, even munitie pakken. Het is lastig om die wagen heen te komen, maar ik doe mijn best. Kijk, nu kunnen we er omheen. We gaan gewoon hier langs. Hier is niks, hier is niks. En hier is het. Mooi. Op. Is er nog meer? Daar ook nog één. Ja, daar komt hij aan. Oké, snel die kant op rennen. Zo, bastard. En rennen. Oh, daar gaat hij dus. Weg niet naar binnen. Oh, daar boven hier. Oh, dat is wel mooi. Even weg bij die wagen. Verder naar boven kan ik niet. Die wagen schiet natuurlijk ook naar boven. Dat zijn veelzijdige dingen, die turrets. Eerst maar eens even hier kijken. Alles vol. Dat is een goed teken op zich. Daar is die waar. Ik moet hier langs, denk ik. Dan lijkt het wel op. De trap omhoog. Dus even hier checken of we nog wat kunnen mee pikken. Nee, helaas. Nou, dat was de bliksem omhoog. En rennen. Oh, en dan hier langs. Oh jee.
hebben hem uitgezet. Nog verder? Nee, die moet ik helemaal niet langs. Wat doe ik nou toch? Ik moet vast daarheen. Ja, daar moet ik heen. Ellie, even aan de kant. Ik moet daarheen. Zo, die gaat op. Zo, daar weer langs. Yes! Dan gaan we er even die kamer in. Even luisteren nog. Oh, dat kan niet. Ik kan niet luisteren nu. Nu wel. Even wat spulletjes. Hier nog iets van waarde. Alles vol. Het lijkt al dat ik er misschien niet alweer uit moet, maar... Toch maar even deze kant op. Even de badkamer in. Hey, pilletjes. Altijd goed. En we gaan er daar weer uit. Die wagen is even weg. Maar wat gaan wij doen? We gaan hier af. Kan dat? We gaan er daar af. We're okay. They can't see us. Gelukkig maar. Gaan wij er hier weer in. Leave him alone. Oh. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Oh, man, you hit hard. Yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them, too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. Ugh. You're bleeding. Nah, it's just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies. Those fuckers, they ambushed us. Scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. We gotta hide out not too far from here. Be safer if we chat there. All right, take us there. Follow me. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. I would have probably done the same thing. Where are you from? All the way from Hartford. Really? I heard some bad stuff going on down there. Yeah, the military abandoned the zone. That's why we left. The place probably looks like this by now. Goed, ik zet er hier een dik vette punt achter. Volgende keer pakken we het hier weer op. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vind het echt wel weer heel erg leuk. Ik moet er echt inkomen, merk ik. Want ik ben echt zo ontzettend aan het clear. Ik hoop dat ik dat een beetje heb kunnen wegknippen. Want om eerlijk te zijn, vanaf dat ik begon tot nu ben ik al 1 uur en 20 minuten bezig. Dus dat zegt waarschijnlijk al genoeg als je naar de lengte van deze video kijkt. Maar goed, desalniettemin. Volgende keer pakken we het weer op. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot dan. Bye bye.